Een goede morgen allemaal. Weer een heerlijk begin van een nieuwe dag. Ik ga vandaag vooral even aandacht besteden aan de ademhaling. Dus vooral veel ademhalingsoefeningen doen. Zorg dat je letterlijk je lichaam primed voor de dag, klaarmaakt voor de dag. En ik blijf het zeggen, ook in deze tijd, we hebben al voor COVID of gewoon het griepseizoen. Zorg dat je veel meer zuurstof tot je neemt. Dus dit is een hele belangrijke om je immuunsysteem goed op peil te houden en wanneer nodig even te boosten. Je mag lekker komen zitten. We gaan even een paar oefeningen doen om het lichaam een beetje los te maken. Misschien dat je net je bed uitkomt en van daaruit gaan we beginnen met de pranayama. Yes? Alright. Kom lekker zitten. Halve lotus, hele lotus. Als je hier niet lekker zit, je kunt ook altijd gewoon even een kussen onder je billen plaatsen, waardoor je rug wat meer opstrekt. Voelen wat voor jou goed is. Lekker je ogen sluiten. En eerst maar eens even die rust opzoeken. In ieder coachingstraject geef ik het weer aan. Leer om je ochtenden te ownen. Belangrijkste moment van de dag. Eerst maar weer eens contact maken met jezelf. Met hoe je hier zit, hoe je je vandaag voelt. Alleen jij kunt jouw leven ervaren. Alleen jij kunt jouw leven beleven. Zorg ervoor dat je aanstaat. Dat je aanwezig bent. Bewust bent. Volg die adem. In en uit als een golf die opkomt en weer afrolt. Op je volgende inademing je rechterarm mee opnemen. Handpalm tussen de schouderbladen. Linkerhand elleboog vast. Neem mee op. Blijf bij je adem. Rustig terugkomen. Linkerarm mee op. Handpalm schouderbladen. Rechterhand elleboog neem mee op. Kom rustig terug. Handpalmen gronden, schouders los voor naar achter. Grote cirkels maken. Voelen wat die bewegingsruimte vandaag is. En grond achter in je rug, handpalm naast je op de mat zetten, linkerarm mee opnemen. En de rechterzijde doorstrekken, onderarm grond als dat voor jou gaat. Flanken verlengen.
Heb je inademing rustig opkomen. Linkerhand gronden, rechterarm mee opnemen. Linkerzijde doorstrekken. Inademing, kom je terug op. Grond midden. Vingers voor je in elkaar, kin, borst. Handpalm op het achterhoofd, laat de armen hangen. Verlenging van die cervicale wervels. Vingers los, half rustig mee op. Adem in, open je ogen. Even handen en knieën komen zitten. Wegstrekken naar een child's pose. Goed je lengte maken. Ontspan die onderrug. Verleng die armen. Je mag je rustig terug oplopen. Handpalmen achter op de mat. Als je de ruimte hier niet hebt, plaats wat onder je billen. Als je de ruimte wel hebt, mag je helemaal plat gaan. Ik wil eigenlijk alleen maar dat je rustig die quads wat oprekt. Borstbeen op blijft duwen. Hoeft hij niet te diep, niet te ver. Dat er nog geen backbend. Als je veel ruimte hebt, dan wat verstiepen, wat verzakken, verlagen. Zowel die stretch en die quads voelt. En dan nog rustig terugkomen. Van hieruit handen helemaal uitlopen. Puppy pose. Je maakt de rug hol. Hang uit in die schouders. De rug wordt hol. Je mag langzaam weer terug oplopen, handen en knieën. Tenen gronden. Downward facing dog. Loop hem even uit. Ja, misschien zijn kuit, spieren verlengen. Nog rustig oplopen, benen uit opstrekken, boven lichaam uit laten hangen. Ik zal de camera even wat anders neerzetten. Nu nog even lekker wat zwaaien, links naar rechts. En terug naar het midden, langzaam opkomen. Schouders achter in de rug. Grote tenen mag je bij elkaar brengen, hielen wat uit elkaar. Maak even een actieve houding voor jezelf. Ben je bekend met yoga en de practice Samastiti? Adem in, armen mee op. Uitbuig. In open. Uit Chaturanga. In up dog. Uit down dog. Zeker die eerste downward dogs. Fijn. Longen openen.
ruimte maken, wervelkolom verlengen. Adem in, open borst. Uitbuig. Enorme mee op. Uit, samastiti. Enorm op. Uitbent. In open. Uit, chaturanga. In up dog. Uit, down dog. Adem in, stap, spring op. Uitbuig. En armen mee op. Uit, samastiti. Alweer de laatste in op. Uitbuig. En open. Uit, down. En up dog. Uit, down dog. Vandaag draait het om het ademwerk. Niet om de houdingen. Alleen maar om even los te maken. Komt die aan, adem in rechterbeen. Hoek 90 graden, uitstrek weg. Pigeon pose, in open de borst. Uit, laat de heup zakken. Breng hem dus naar beneden. Borst blijft opgeduwd. Blijf in die adem. Nog één. Adem in, tenen gronden. Uit, downward facing dog, strek weg. Andere zijde in linkerbeen, hoek 90 graden. Uit, rechts trekt weg. In open borst. Uit, laat de heup zakken. Hou die focus hier op je onderrug. Voelen wat er gebeurt. Ontspan die schouders. Borstbeen blijf je op omhoog brengen. Probeer niet te veel te gaan kantelen. Probeer goed in het midden boven het been te blijven. Adem in, grond je tenen. Uit, overheen, downward facing dog. En we gaan naar zit. Adem in, stap, spring door. Uit, strek weg. Van hieruit, de enorme mee op. Uit, buig voorover. Goed je lengte maken. Ik zal de camera weer even wat aanpassen. Wat lastiger als we ademwerk doen. Goed verlengen. Strek die rug op. Ontspan die schouders. Niet mee optrekken. Heel naar. Voor de bloedtoevoer naar het hoofd. Adem in, terug op zit. Uit, kleine lift. En de rechtervoet gaat naar de linkerbil. Linkervoet gaat over de rechterknie. Rechterhand knie, linkerhand achter. In open. Uit, torsie. En blijf bij die ademhaling. Dat is allemaal bedoeld
Het hele respiratory system te activeren. Klaar te maken. Nog één. Adem in terug. Uitstrek lift. Je linkervoet rechterbil. Uit rechtervoet overheen. Linkerhand rechterknie, rechterhand achter. In open. Uitzetten maar. Eén. En terug. Uitstrek lift. En armen mee op. Uitbuig, hou vast. Heen. Heen terug op zit. Uit laatste lift. Je mag naar een half of naar een hele lotus komen. Wat voor jou werkt, ook hier weer. Op het moment dat je niet helemaal lekker zit, gewoon de billen gaan opliften. Gaan beginnen met Wim Hof. Heel het systeem vullen met zuurstof. Als je hem voor het eerst doet, ga lekker liggen. Als je hem al wat vaker gedaan hebt, mag je komen zitten. Hou je focus en probeer vooral niet te snel te gaan in je ademhaling. Hoe sneller je gaat, hoe minder zuurstof je uiteindelijk binnenkrijgt. Dus probeer niet te versnellen. Probeer in dat tempo en dat ritme te blijven waarbij je optimaal die zuurstof binnenneemt. En probeer door te ademen tot je bovenste longdelen. Dus echt dat je niet meer verder kunt inademen. Schraap even de keel nu. Slik. Als er slijm loskomt tijdens de ademhaling, gewoon even slikken. Yes. Ga lekker zitten. Strek je rug op. Ontspan je buik, ontspan het middenrif, ontspan je schouders. Komt ja, adem in door de mond. En los.
Nog vijf. Nog één. En los. Probeer de ademhaling stil te leggen. Geen in, geen uitademing meer. Adem in, 100%, haal hem vast. En laat los. Ronde 2 in. Houd hem diep. Nog vijf.
nog één. En los. En laat los. Leg hem stil. Diep inademen, haal hem vast in chakria. Los. Direct door naar Kapalabhati. Blijf in diezelfde rust. Schouders ontspannen, kaken los. Adem in 80.
En Aloma Filoma. Het makkelijkste blijft weer de telefoon. Als je wil mag je derde hoog aantikken. Rechterneus gaat dicht. Adem in links. Linkerneus gaat dicht. Uit rechts. Heer rechts. Afsluit. Uit links. Blijf lekker zitten op je mat. Neem je tijd. Blijf in je rust, zolang als dat je nodig hebt. Geniet van vandaag. Beleef hem bewust. Wees aanwezig. Mooie dag.